Fitch Ratings heeft de lange termijn waardering voor vreemde valuta van Suriname verder omlaag gebracht. De rating is gebracht van C naar RD, oftewel Restricted Default. De belangrijkste reden daarvoor is dat Suriname in gebreke is gebleven om de rente van $25 miljoen voor de Oppenheimer-lening van $550 miljoen te betalen. De deadline daarvoor was 25 november. Voor de andere Oppenheimer-lening van $125 miljoen handhaaft Fitch haar beoordeling van C, omdat Suriname bezig is om tot een herschikking te komen met de schuldeisers. Inmiddels heeft de grootste groep schuldeisers ingestemd met een standstill. De regering wil tot 31 maart 2021 stopzetting van een totale schuld van $48,5 miljoen die voor 2021 voor de twee leningen moet worden betaald. De betalingen zouden een maand kunnen worden uitgesteld als Suriname een gefinancierd IMF-programma overeenkomt.